De ontlading was groot toen het Nederlands elftal dit weekend na een verlenging en strafschoppen de halve finale van het WK bereikte. Het was de eerste keer dit WK dat de wedstrijd van Oranje op groot scherm gekeken kon worden in de stad. Nog niet wetend wat ons de rest van de wedstrijd allemaal te wachten stond, waren de verwachtingen van tevoren dan ook hoog gespannen. Dat Costa Rica, daar zouden we niet al te veel moeite mee hebben. Mag ik even een kleine voorspelling? 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Nou, ik denk 3-1 Nederland. Mag ik even een voorspelling van jullie? Wat gaat het worden? 3-0 voor Nederland. En wie gaat die goals maken? De Bayern en Van Persie. Tim Krul, die heeft 2 penalties tegengehouden. Ja, dan ben je eigenlijk Louis van Gaal. Het doet pijn in mijn hart om dat te zeggen als echte PSV-fan. Maar hij heeft wel een hele goede wissel toegepast om Sillissen eruit te halen en Tim Krul erin te zetten. Ja, het was echt top. Van Gaal is een topcoach. Ah, ik moet zeggen dat de helft van mij is, blijft Robben. Robben is altijd dreigend, altijd goed in de wedstrijd. Hij liegt! Hoe voel je je? Ja, sprakeloos. Ik heb het niet gezien. Wat? Nee, ik kon het niet aanzien. Ik heb hier op mijn knieën gezeten, hand voor de ogen. Ik heb het op het geluid beleefd. Ah. Aanstaande woensdag speelt Oranje tegen Argentinië in de halve finale van het WK tegen Messi en co. En ook die wedstrijd is op groot scherm te zien op de markt.